troffen drie soorten boren. Dat is de klassieke metaalboor. Dat is de steenboor. Wat er bij de steenboor anders is, dat er een los bijteltje in zit. Die stalen heel hard en dan kun je wel slijpen, maar op een speciale slijpmachine. Dan hebben we nog deze. Dat is een houtboor. Een houtboor komt min of meer overeen met een metaalboor, behalve dat er nog een extra puntje op zit, waardoor je wat makkelijker zoekt, niet wegloopt, wat preciezer werkt. En deze gewone metaalboor laat zich op een standaard slijpsteen, zoals deze, prima slijpen. Ik laat zien hoe je dat doet. Als je een metaalboor gaat slijpen, zijn er een paar dingen van belang. Dat is deze hoek. Het is ongeveer 60 graden en dat kun je heel makkelijk controleren door je neemt twee boutjes. Ja, moertjes kan ook, maar dit zijn boutjes. Klim je ze tegen elkaar aan. En dan in deze hoek is in feite je slijphoek. En die gleuf die je ziet aan twee kanten, die zorgt ervoor dat je het boorsel dat er afgevoerd wordt. En vooral als je dan een steen boort, dan wil dat wel eens vollopen omdat het een beetje kleeft. Dan moet je hem even terughalen, even schoonmaken en weer opnieuw boren. Dan koelt je boor wat af, je haalt je stof haal je eruit en dan boor je de volgende slag weer veel beter. We gaan nu voor het echt. Hij heeft hem niet heel mooi geraakt. Hier glimt hij, hier is hij nog dof. Doe het nog een keer over. Hier scherp, goede hoek, hier ook en symmetrisch. Dus die gaat het weer doen. En Frans, tevreden? Ja, ik ben tevreden. En waarom? Deze hoek is scherp, want hier snijdt hij mee. Deze net zo natuurlijk. Ik heb de goede hoek, hij is hier hoger dan hier. Hier net zo. En al beide vlakken zijn symmetrisch. Dan ben ik tevreden. Heb ik een boor weer scherp gemaakt, kan ik hem weer gebruiken.